Nou, ik kom oorspronkelijk van Curaçao. En mijn grootvader is Wim Snaesjes Muller, de beroemde en bekende componist en pianist. En op Curaçao, is het jammer te zeggen, is de cultuur veel minder in leven dan het op Aruba is. En daarnaast is het altijd echt een plezier geweest van mijn grootvader als hij op Aruba kon optreden. Want jullie hebben hier de prachtige zaal in Casa de Cultura. En het is jammer dat wij sinds het afbranden van Sint-Tropez Arte geen goede concertzaal meer hebben. Dus om de liefde voor de muziek en de cultuur die wij hier hebben, zowel voor de nieuwe muziek en de oude die wij hebben, om dat te kunnen delen en niet alleen te bewaren op voor zeg maar een handjevol mensen op een paar eilanden. Dat is, ja, dat is waarvoor ik het doe. Ik ben begonnen op 7 jaar oud. Toen had ik de eerste interesse om muziek te maken, maar ik ben met 15 ben ik serieus begonnen te studeren omdat ik wist dat met een beetje ik niet verder zou komen en ik inderdaad gewoon echt mythische stukken wou spelen. Zoals iedereen heb je momenten dat je het niet leuk voelt of dat je heel blij bent. En we hebben heel veel woorden in onze taal om van alles uit te drukken. Maar het probleem is, we hebben allemaal een subjectieve beleving van deze woorden. En in de muziek kan je sterker emoties uitdrukken dan dat je het ooit zou kunnen doen met het praten ervan. Omdat de muziek een taal is die geen vertaling nodig heeft. Iedereen begrijpt het onmiddellijk wat je voelt. En het is ook een manier om je eigen gevoel te channelen, een plek te geven en te reflecteren. Ja, het is twee sonates. Beide sonates die bestaan uit 3 delen. Dus je zou kunnen zeggen 6 verschillende stukjes. Maar het zijn eigenlijk 2, want die 3 die vormen met elkaar 1 totaalbeeld. Je kan het natuurlijk kan je eentje losluisteren, maar to get the bigger picture moet je alles hebben geluisterd. En daarna, ja, zoals het eigenlijk het beste is, Antillean Dances, ik heb gespeeld een danza, tumba, onze Antilliaanse wals. Niet alleen van mijn grootvader, maar ook van Padu del Caribe, want ja. Ik zie die vaten als ik naar Aruba kom en ik ga geen muziek van Padu spelen. Dan gaan ze me nooit meer vragen.